Goedenavond, dames en heren. De Amsterdamse gemeenteraad is vanavond akkoord gegaan met een voorstel van burgemeester en wethouders om leegstaande bedrijfspanden te vorderen. Amsterdam is hiermee de eerste gemeente in ons land die langs deze weg de woningnood wil helpen bestrijden. De Amsterdamse wethouder van herhuisvesting, Wolfensperger, kon nog niet vertellen of het vorderen van leegstaande bedrijfspanden de woningnood daadwerkelijk zal helpen oplossen. Wel meende hij dat de plannen tot vordering een stok achter de deur zouden kunnen zijn bij onderhandelingen over aankoop door de gemeente. De kerncentrale van Borselen in Zeeland mag een nieuw gebouw neerzetten voor de opslag van laag radioactief afval en ook de opslag van splijtstofelementen uitbreiden. Dat heeft de gemeenteraad van Borselen vanavond besloten. Eerder al hadden de ministers van Economische Zaken, Volksgezondheid en van Sociale Zaken een vergunning hiervoor verleend. De gemeenteraad van Borselen drong er in een motie wel op aan dat het parlement spoedig het opwerkingscontract met een Franse fabriek dient te sluiten. Borselen wil niet blijvend met radioactief afval worden opgescheept, zo meende de raad. Het merendeel van de 1000 inwoners van de wijk Lekkerkerk West wil na de grote gifschoonmaak terugkeren naar hun huizen. Dat is het resultaat van een enquête die vandaag onder de 272 gezinnen in de wijk is gehouden. Hoewel nog niet iedereen heeft gereageerd op deze enquête, is ook gebleken dat zeer velen tijdelijk in een staakerven in Lekkerkerk willen blijven wonen. De grote schoonmaakactie om alle giftige stoffen uit de wijk te verwijderen is tegen het einde van dit jaar zo goed als beëindigd. In 4 gemeenten in de buurt van Nijmegen zijn vandaag raadsverkiezingen gehouden voor 2 nieuw te vormen gemeenten. De gemeenten Heumen en Overasselt worden op 1 juli samengevoegd tot de nieuwe gemeente Heumen. Er waren daar 15 raadzetels te verdelen. Daarvan gingen er 6 naar het CDA, 4 naar de middengroepering Heumen, 3 naar progressief Heumen en 2 naar de VVD. Ook in de gemeenten Ewijk en Beuningen, die straks de nieuwe gemeente Beuningen vormen, zijn vandaag stemmen uitgebracht voor de nieuwe raad. Van de ook daar 15 te verdelen zetels gingen er 4 naar het CDA, 3 naar gemeentebelangen, 3 naar de Democratische Partij, 2 naar de Partij van de Arbeid, 2 naar D66 en 1 naar de VVD. Op 25 HAVO-scholen verdeeld over het hele land is vandaag het eindexamen muziek niet doorgegaan. Bij het begin bleek dat op de geluidsbanden zowel de muziek van het examen van nu als die van de latere herkansing stond. De in totaal ongeveer 250 kandidaten zullen voor 5 juni opnieuw examen moeten doen. Het eindexamen HAVO Muziek is dit jaar voor het eerst als experiment ingevoerd. In Noord-Ierland hebben leden van het verboden Ierse Republikeinse leger, de IRA, vandaag 2 spoorbruggen opgeblazen, een bandenfabriek verwoest en een lid van de burgerwacht doodgeschoten. De protestante leider, dominee Paisley, werd in Armagh gearresteerd. Met ongeveer 60 volgelingen protesteerde hij tegen de aanwezigheid van de premier van de Ierse Republiek in Ulster. Die premier, Hoggy, woonde de installatie bij van de nieuwe Anglicaanse primaat van geheel Ierland. Dominee Paisley werd na een uur weer vrijgelaten. De Amerikaanse regering heeft besloten voorlopig geen militaire oefeningen meer te houden bij Guantanamo op Cuba. Dat besluit is genomen omdat door de grote stroom vluchtelingen een politiek delicate situatie is ontstaan tussen Cuba en Amerika. De grootte van de stroom vluchtelingen heeft niet alleen Cuba, maar ook Amerika verrast. Er is nu een luchtbrug opgezet om duizenden vluchtelingen van Key West over te brengen naar de luchtbasis Eglin. Daar wordt een tentendorp gebouwd en dat is een race tegen de klok, want elke dag groeit het aantal, vandaag met 4000. Ze worden alle ondervraagd naar de reden van hun komst. Die blijkt vooral te liggen in hereniging met familie, vluchten voor de economische teruggang als gevolg van schimmelziekte in de suiker en tabak, maar ook politiek ongewenst zijn en onvrijwillig het land uitgezet zijn. Dat geldt overigens ook voor een aantal dat om justitiële redenen uit Cuba is gezet. Met behulp van computergegevens wordt dat meestal ontdekt. Van de 1281 mensen die gisteren werden ondervraagd, zijn er 62 in arrest gesteld omdat ze iets op hun kerfstok hadden. Amerika hoopt dat de Zuid-Amerikaanse landen veel van de vluchtelingen willen opnemen. Voor wat taal en klimaat betreft zou dat voor de vluchtelingen het gemakkelijkst zijn. En dan is hier het nieuwsoverzicht. In de Joegoslavische hoofdstad Belgrado zijn vele hoge gasten aangekomen uit meer dan 60 landen.
Ze zullen morgen de uitvaart bijwonen van de zondag overleden president Tito. Grote afwezig is de Amerikaanse president Carter. Hij stuurde zijn moeder, Miss Lillian, en zijn vicepresident Mondale. Carters wegblijven heeft tot veel speculaties geleid, vooral omdat de Russische president Brezhnev wel is gekomen. Brezhnev kondigde overigens pas gisteren zijn komst aan, één dag nadat de Chinese leider Hua dat had gedaan. Leiders van Oost en West verblijven nu in Belgrado, vriend en vijand. Algemeen wordt verwacht dat er onofficieel heel wat zal worden gepraat. Officieel zal er waarschijnlijk komende week op 15 mei worden gepraat in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Oostenrijk viert namelijk die dag 25 jaar vrijheid. De nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Muskie zal daarbij zijn. En ook de Russische minister Gromyko. Een gesprek zit er dik in. En dat wordt dan het eerste contact op hoog niveau tussen Amerika en Rusland sinds de Russische inval in Afghanistan. In Moskou heeft de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité bij president Brezhnev gepleit voor wijziging in het protocol bij de komende Spelen. President Brezhnev heeft Lord Kellenen toegezegd met die wijzigingen in te stemmen. Zo zou wellicht de boycot van de Spelen beperkt kunnen blijven. Het Comité Mensenrechten en Olympische Spelen heeft zich vandaag uitgesproken voor een boycot van de Olympische Spelen in Moskou. Het comité bestaat onder meer uit politici en sportlieden. Men wil de boycot vanwege de verslechterde situatie rond de dissidenten en de Sovjet-Unie en niet door de Russische inval in Afghanistan. Waarom er nu voor een boycot is gekozen, hoort u van de voorzitter van het comité, Ed van Tijn. Omdat wij niet kunnen accepteren dat ten gevolge van de Olympische Spelen de situatie met betrekking tot de dissidenten in Moskou verslechterd is. Dat tientallen mensen vanwege de Spelen achter slot en grendel zijn gezet. De AR-leden in de kieskringen willen dat de huidige bewindslieden hoger op de definitieve kandidatenlijst komen dan door het partijbestuur was voorgesteld. Partijvoorzitter Hans de Boer, door het bestuur als eerste geplaatst, zou een flink aantal plaatsen moeten zakken. Ook andere zogenaamde dissidenten binnen de AR zijn door de leden lager geplaatst. Sommigen zelfs op een bijna onverkiesbare plaats. Opmerkelijk is verder dat de AR-leden oud-fractievoorzitter Willem Aantjes weer op de kieslijst willen hebben. Weliswaar op een onverkiesbare plaats, maar door voorkeurstemmen zou hij toch in de Tweede Kamer kunnen komen. Dan besluiten we met de weersverwachting tot morgenavond. Veranderlijke bewolking en een enkele bui. In de nacht en ochtend enkele mistbanken. Middagtemperatuur ongeveer 15 graden. De vooruitzichten voor vrijdag en zaterdag. Eerst nog een bui, later vrij zonnig. Weinig verandering in temperatuur. Goedenavond. Einde van het journaal, dat betekent meestal en ook vanavond einde van de televisieuitzendingen op deze zender Nederland 1. Dit was het, dames en heren, tot een volgende keer.